Hey, goedemorgen lieve kijkbuiskinderen. Wat fijn dat jij er weer bent en dat je mijn kanaal hebt gevonden. Hashtag Meesterbos gaat los. Fijn dat je er bent. En vandaag zijn we eigenlijk in week 4 aanbeland van spelling. Dat betekent dat aan het einde van deze week hebben we ons spelling dicté en ons werkwoorden dicté. Maar daarvoor hebben we nog een paar lessen om te herhalen. Alle instructie die je krijgt, dus ook op de video van vandaag, die is eigenlijk al geweest. Dus dat zou je eigenlijk al kunnen en moeten weten. Maar ik herhaal het nog eventjes voor je, want dan help ik je nog ietsje op weg richting je dicté en dan kun je die extra goed maken. Nou, een categorie die voor jullie heel bekend is, is wel vaak aan bod gekomen, natuurlijk ook in eerdere groepen al. De C, die klinkt als de S en de C, die klinkt als de K. Nou ja, het is heel belangrijk dat je deze woorden zoveel mogelijk oefent, want ze moeten inslijpen. Je moet namelijk weten dat insect niet met een K geschreven wordt, maar met een C. En dat compleet met een K ook verkeerd is. Dat is dus heel veel oefenen met de woorden. Dus ik wil je ook aanraden om deze week extra goed je spellingspelletjes te oefenen. Vooral van de methode. Want dan oefen je zoveel mogelijk van deze woorden. Vandaag lezen we even samen de notitie door. Ga ik met een aantal woorden voor jullie oefenen. En pak ik meteen een stukje instructie werkwoordspelling erachteraan. Zodat je eigenlijk de les van vandaag, en dat is les 13a en B, dat is dus de werkwoordspelling, in één kunt maken. Oké, de notitie van vandaag. Je weet dat woorden met een S en K ook met een C geschreven kunnen worden. En dat zijn dus weetwoorden. Oké, voorbeeldwoorden. Cement, je hoort een S, maar je schrijft een C. En voorbeeldwoord compleet, je hoort een K, maar je schrijft een C. We oefenen samen in totaal 3 woordjes. Dat doen we eigenlijk zoals de normale manier. Ik kan alleen nu niet de moeilijkheden aan jullie vragen. Dus ik zal elke keer zelf 2 moeilijkheden in het woord opnoemen. Waarvan natuurlijk altijd 1 de categorie is. Dus dat is vrij makkelijk. Ik zet geregeld eventjes, geef ik jou de kans om op pauze te zetten. Zodat je even zelf kunt bedenken welke moeilijkheden erin zitten. En dat je natuurlijk ook als het op pauze staat je het woord kunt schrijven. Dat doe ik aan het einde. Nee, laat het zo doen. Ik zet hem 1 keer, mag je hem op pauze zetten, alleen voor het woord schrijven. We gaan samen eventjes de categorieën, de moeilijkheden door. Probeer eventjes te kijken of jij dezelfde moeilijkheden hebt bedacht als wat ik heb bedacht. Oké, eerste woord staat in deze zin. Oké, uitlaatgassen zijn niet goed voor het klimaat. Het woord is het klimaat. Nou, wat is daarmee aan de hand? Wat voor moeilijkheid zit daarin? Meester. De moeilijkheid waar je op moet letten is natuurlijk de C, die klinkt als de K. Top, dat is 1. En wat nog meer, meester? Nou, er zit ook een I in. Een I, die schrijf je als een E. Mag je mij nu op pauze zetten, schrijf het woord op en dan controleren we hem zo samen. Staat hij op je wisbordje, of op je kladschrift, of op een kladblok? Top. Kijk je mee? Oké, klimaat. Controleer je woord, dan gaan we door naar de volgende. Op het moment dat jij kleine beestjes wil bekijken, van heel dichtbij, zou je een microscoop kunnen gebruiken. Het woord is microscoop. Wat is daar nou mee aan de hand? Meester. Nou, ik hoor sowieso de C, die klinkt als de K. Nog meer, meester? Nou, er zit ook weer in dit woord een I in. Die klinkt als een I. Oké. Ik hoop dat jij wat kunt met deze moeilijkheden. Zet mij op pauze en schrijf je woord op. Gelukt? Mooi. Kijk maar mee naar hoe we het woord schrijven. Microscoop. Controleer je antwoord. Gaan we door naar de derde.
Nou, ik hoop dat jij nog een beetje concentratie hebt. Het woord is concentratie. Wat is daar nou mee aan de hand? Meester? Nou, ik hoor aan het begin een C die klinkt als een K. Nog meer, meester? Ja hoor. Ik hoor namelijk ook nog een C die klinkt als een S. Dus ze zitten allebei in dit woord. Concentratie. Schrijf hem op. Zet mij op pauze. Schrijf hem op. Oké, kijk maar mee. Concentratie. Mooi. Controleer alle drie de woorden. Ik hoop dat je het een beetje kunt lezen. Controleer alle drie de woorden. En dan zie ik jou zo meteen bij de instructie van werkwoordspelling. Tot dan. Yes, welkom bij deel 2 van deze les. We gaan verder met de werkwoordspelling. We gaan het vandaag hebben over het voltooid deelwoord. En ik heb elke keer verteld dat een voltooid iets. Denk dan aan een spelletje dat je voltooid hebt, een level dat je voltooid hebt. Het is klaar, het is gebeurd. Je bent er klaar mee. Deze woorden zijn dus allemaal in de verleden tijd. Kijk je met me mee? Dit heb je geleerd. Je hebt geleerd hoe je het voltooid deelwoord van zelfde klank werkwoorden schrijft. Dat zijn woorden die niet van klank veranderen. Weet je nog? Kijk naar het hele werkwoord. Haal daar E en van af. Is de laatste letter een medeklinker in tkofschrift X? Dan schrijf je het voltooid deelwoord met een T. Staat die niet in tkofschrift X? Schrijf je het voltooid deelwoord met een D. En de tip van meester was een zinnetje met drie woorden. Ik heb gisteren en daar plak je je woord achter. Dan kun je alvast horen hoe dat voltooid deelwoord klinkt en geschreven wordt. Nou, dat gaan we even uitproberen samen, of jullie nog kunnen. Even één voorbeeldje. Ik pak even het werkwoord kleuren. Het hele werkwoord is kleuren, daar haal ik en vanaf. De laatste letter is een R. De R staat hier in het kofferschrift X. Nee, staat niet in het kofferschrift X. Dat betekent dus dat mijn laatste letter een D wordt. Ik heb gisteren gekleurd. En blijkbaar schrijf ik gekleurd op het einde met een D. Nou, we gaan eventjes kijken of jij deze stappen kunt doorlopen. Zometeen geef ik je een opdracht om het voltooid deelwoord van één van de volgende twee woorden te schrijven. Zet mij dan een pauze. Schrijf dat woord op door zelf in je hoofd de stappen te doorlopen. En daarna doe ik het nog een keertje met jullie samen. Ik laat eventjes dit hulprijtje op de achtergrond staan. Het woord wat we gaan schrijven. Ik wil graag dat je het voltooid deelwoord opschrijft van het hele werkwoord bellen. Druk mij op pauze en schrijf dat voltooid deelwoord van het werkwoord bellen op. Is het gelukt? Mooi. Gaan we de stappen doorlopen? Oké, het hele werkwoord bellen. Als ik daar en van afhaal, dan is de laatste letter een L. De L, staat die in het kofferschrift X? Nee, natuurlijk niet. Staat er niet in. Oké, dus blijkbaar is de laatste letter wordt een D. Ik heb gisteren gebeld. Gebeld schrijf ik dus met een D op tijd. Nou, gaan we dat eventjes opschrijven. Gebeld. Controleer jij je antwoord eventjes? Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien trouwens. Oké, we gaan naar het volgende woord. Dat is het hele werkwoord. Kletsen. Kletsen. Het hele werkwoord is kletsen en ik wil dat jij het voltooid deelwoord opschrijft van het werkwoord kletsen. Zet mij op pauze en dan zie ik je zo. Gelukt? Mooi, gaan we stappen doorlopen. Het hele werkwoord kletsen. Als ik daar en van afhaal, dan is mijn laatste letter een S. Staat de S in het kofschip X? Ja, daar staat hij inderdaad in. Dus
fotodeelwoord met een T. Oké, dan moet ik nog even het zinnetje van meester gebruiken. Ik heb gisteren gekletst. De laatste letter is dus een T. Ik heb gisteren gekletst. Controleer jij je antwoord? Ik ga even kijken of ik hem heel kort scherp kan stellen op het bord, zodat jullie het wat beter kunnen zien. Controleer je antwoord. Heel mooi. Hey, dit was de spellinginstructie. Hiermee kun je les 13a en 13b maken. Ik zie jou snel weer en tot die tijd. Ciao.